Goedendag, ik ben Jan Heeres van het Perspectief op Werk project Startpleintechniek met loopbaanleren. Het project loopt nu anderhalf jaar vanuit Betatech Services met compagnon Wilmer de Wolf en vaste projectpartner Leerwerkloket met Joke Broekhuizen en Lia van Beuzekom. Naast leuke plaatsingen van kandidaten blijven we leren in dit POW-project. Voorbeelden van plaatsingen zijn Khaled Gloen bij Jorg Machines in Dodewaard en Erhan Oezoen bij VDW Betontech in Tiel. Ook een leuke is die van Saad Altalep uit Rossum, die half maart start bij Homei in Vught. Dit is gebeurd na een eendrachtige samenwerking van Werkzaak, Marcel Peters, IW Midden, Mustafa Kozak, Green Fox, Tessa Huizinga. Zo zijn er nog meer plaatsingen en daar maken we de komende maanden leuke vlogjes van voor op deze site. Verduurzaming is een ander aandachtspunt en daarvoor hebben we als Betatech Services, Leerwerkloket en ROC River een tel mee metaal experimentsubsidie aangevraagd. Het experiment omvat reguliere Nederlands B1, B2 taallessen voor 15 kandidaten en die worden verrijkt met gastlessen van techniekwerkgevers. Een ander deel van het experiment is taalhulp op de werkvloer bij de werkgever. De statushouder wordt wekelijks zowel taaltechnisch inhoudelijk als ook gecoacht op geldende veiligheid en huisregels. Deze zijn vaak zo intrinsiek geworden dat er niet meer over wordt gesproken. Dat doe je immers gewoon zo. Voor iemand met taalachterstand afkomstig uit een andere werkcultuur blijkt dat lastig te zijn. Met 5 tot 8 keer anderhalf uur taalhulp op de werkvloer kan een brug worden gelegd naar een andere werknemer in het bedrijf die mee gaat helpen. Verder gaan we met Job Hulp Culemborg verder in gesprek om te bezien hoe we elkaar in dit project kunnen versterken. Ook is het belangrijk de banden met de andere POW-projecten aan te halen, hoe lastig dat momenteel ook lijkt door de coronabeperkingen. POW blijft een interessant project met leuke resultaten en veel leer- en ontwikkelmomenten. We doen ons best en gaan door met werk als motor achter een inclusief en ondernemend rivierenland. Dat is het, Jan Heeres.